neem jullie mee naar de 18e eeuw, naar 1789. Naar die ene hoofdstad waar de rivier als een kromme ruggengraat doorheen stroomt. Waar de regen de menigte doordrenkt die zich opmaakt om naar het kasteel van de koning te trekken, zo'n 20 kilometer verderop, om hem mee te nemen naar de hoofdstad waar het brood onbetaalbaar is geworden voor gewone mensen. Ik neem jullie mee naar dat hospice voor wezen en vondelingen waar Cato woont. En waar Cato Berthe ontmoet. Berthe die haar lezen en schrijven leert en Cato's handen vastpakt en zegt dat het handen zijn om klaverzimbel mee te spelen. En ik neem jullie mee naar de winkel van Tobias en Gisèle. Tobias bouwt klaverzimbels en pianofortes. En samen met Tobias gaan we dan naar dat ruime huis van Charles. Charles die gedoemd is om beul te zijn, terwijl hij liever muziek maakt. En die iets aan Tobias vraagt dat niet eenvoudig is.